In de vorige video's hebben we het gehad over lineaire functies. We gaan het in deze video hebben over kwadratische functies. En een kwadratische functie heeft de algemene vorm fx is gelijk aan ax² plus bx plus c. We kunnen ook opschrijven y is gelijk aan ax² plus bx plus c. Nou, er zijn twee vormen kwadratische vergelijkingen. En die worden bepaald door de waarde van a. Dus als a groter is dan 0, dan hebben we wat heet een dalparabool. Als a kleiner is dan 0, dan hebben we wat heet een bergparabool. Om even te illustreren wat een bergparabool en wat een dalparabool is, ga ik hier een kleine tekening maken. Dus een x-as en een y-as. Dit is een vorm van een bergparabool. Dit is een bergparabool. En dit is een vorm van een dalparabool. Dit is een dalparabool. Nou, we kijken nu naar een voorbeeld van een kwadratische functie. En het voorbeeld dat we hier gaan behandelen is fx is gelijk aan min x² min 2x plus 3. En we willen de grafiek die bij deze functie hoort gaan tekenen. Nou, hoe we dat doen, we maken een klein tabel. Dit is x, dit is de functiewaarde bij deze x. En we gaan een aantal punten uitrekenen. We beginnen bij min 4, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1 en 2. En wat we gaan doen, we gaan deze getallen invullen in de functie. En dan krijgen we de bijbehorende functiewaarde. Dus even een paar voorbeelden ter illustratie. We beginnen met min 4. Dus dit betekent overal waar we x tegenkomen gaan we min 4 invullen. Nou, we hebben min, die hoort bij de functie. En we moeten invullen min 4. Dus haakje openen, min 4 in het kwadraat. Min 2 keer x. En hier gaan we weer min 4 invullen. Min 4 plus 3. Nou, als we dat uitwerken dan krijgen we min 4 kwadraat is 16. Dus dit is min 16. Min 4 keer min 2 is plus 8 plus 3. Min 16 plus 8 is min 8. Plus 3 is min 5. Dus de waarde hier is min 5. Even een ander voorbeeld ter illustratie. Min 3 invullen. Wederom, min hoort bij de functie. Dan gaan we min 3 invullen. Min 3 kwadraat. Min 2 keer min 3. Plus 3. En wat hier uitkomt is 3 kwadraat is 9. Dus dit is min 9. Min 2 keer min 3 is plus 6. Plus 3. Dus als we min 3 invullen, dan komt er 0 uit. Dus dit is min 9 plus 6. Dus min 3 plus 3 is gelijk aan 0. En als we dat voor al die punten hebben gedaan, dan krijgen we de volgende uitkomsten. Als we min 2 invullen, dan krijgen we 3. Als we min 1 invullen, dan krijgen we 4. Als we 0 invullen, dan krijgen we 3. Als we 1 invullen, dan krijgen we 0. En als we 2 invullen, dan krijgen we min 5. En wat je ziet is, links en rechts van het punt x is gelijk aan min 1, heb je diezelfde waarde. En dat zien we hier ook, want een parabool is symmetrisch. Dus dit is het symmetriepunt. Links en rechts van het symmetriepunt heb je diezelfde waarde. Nou, laten we deze grafiek nu even tekenen. Teken even hier een x, y, als een stelsel. Zo. Dit is x. Dit is y. Ik neem nu een stappen van 2. Dus 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dit is min 2, min 4, min 6. En wat ik ga doen, ik ga deze punten hier
Wat ik hier heb uitgerekend, dus min 4, min 5. Dus min 2, min 4, min 5. Dus dit is het eerste punt. Min 3 is 0. Min 2, min 3, dan kom je uit bij 0. Min 2, dan kom je uit bij 3. Min 4, min 2, dan kom je uit bij 3. Min 1, dan kom je uit bij 4. 0, dan kom je uit bij 3. 1, dan kom je uit bij 0. Min 2, dan kom je uit bij min 5. Dus dit zijn de punten op de parabool. En we gaan deze punten proberen te verbinden met een groeiende lijn. Dus op deze manier hebben we een tekening gemaakt van deze functie. Nou, de symmetrie as waar ik het net over had hier in het tabel, dat zien we hier ook. De symmetrie as is bij min 1. Dus dit is de lijn x is gelijk aan min 1. En ten opzichte van deze lijn is de parabool symmetrisch. En in dit geval, we zien omdat dit getal negatief is, dus dit is min 1, dan hebben we hier te maken met een bergparabool.